gaat gewoon beginnen. Nee. Yo, lieve mensen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Maar... naar de eerste video eigenlijk. Weet je, hier posten we toch geen gaming video's of zo? Want dit is toch ons vlogkanaal? Nou, we kunnen alles aan maken, maar... ja, boeit niet helemaal, weet je wel. Mooi, dan kun je... ik heb al zelf een YouTube... YouTube kanaal. Niet YouTube kanaal. Oké. Okay. En dus ik heb ook een YouPloep kanaal. Ja, we hebben allemaal YouPloep kanalen. En we gaan ze allebei in de beschrijving proberen te zetten. Maar dit wordt dus ons vlogkanaal hier op een gegeven moment. Misschien komt daar wel bij het i'tje. Ja, hierbij je weet het nooit. Hierbij gaan we voornamelijk vlogvideo's opnemen. En zoals jullie al waarschijnlijk konden weten, ik ben Mika en jij bent... Zet. En we gaan hier dus allemaal video's opnemen. Dus vlogs en zo. Dus dit is zo'n beetje de intro. Zullen we ook dan een 50 abonnees special maken? Maar dat we dan bijvoorbeeld... dat we nu bijvoorbeeld een rooster maken met 2 vlogs in de week. Bij een 50 abonnees special 3 vlogs in de week. Zet. Ik zal 1 ding zeggen. We gaan nooit 50 abonnees halen. Ons kanaal is nu nog steeds... crack. Nee, dood. Mensen, we zouden het heel erg waarderen als we op deze video 2 of 3 likes zouden kunnen krijgen. Ja, ik weet het. Het klinkt heel erg dom, die normale YouTuber, die goede YouTubers allemaal. Ja, mensen, laten 60.000 likes. Ja. Of PewDiePie. Of als ze... 5 miljoen likes voor de nieuwe serie. Of als ze dan een, bijvoorbeeld, als ze een kind laten kiezen, dat heb ik ook al een keer gezien. 60 miljard miljoen likes. En weet je dat ook op dit YouTube kanaal komt? Nou, op dit YouTube kanaal komen misschien ook wel podcasts. Dat is dus dat Seth en ik gaan samen waarschijnlijk een half uur of zo lopen te lullen over één siding. Ja, hè? Zoals TikTok bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld nieuwtjes zoals bijvoorbeeld dat, dat een of andere Chinese in plaats van een kebab bami in zijn... in de soep heeft gedaan of zo. Of dat bijvoorbeeld een Chinees voor het eerst Chinees had en ging huilen omdat hij dacht dat hij zichzelf had opgegeten. Omdat hij in zichzelf beet. Zoals dat. Die kan echt niet. Maar dit was een beetje een introductie. Nou, nu gaan we nog wat aparte dingen zeggen over onszelf. En dan ben ik zo terug. En dan beginnen we met mij. Nou, ik hou erg van de Formule 1. En... van wielrennen en zo. Ik zit ongeveer op de middelbare op het moment, de eerste klas. En ja, ik weet niet meer heel veel andere informatie. Ja, ik game ook. Ik heb mijn eigen YouTube kanaal. Is, je vindt het onder de naam Fast Collector, maar het is al Fast Gamer geworden. Maar hij blijft op een of andere manier staan onder Fast Collector. Dus dat is best wel raar. En dan gaan we nu door naar Seth. Nou, ik ben Seth, dat ik dus al gezegd. Ik heb ook een YouTube-kanaal, gewoon los van dit kanaal. Ik ben een hele grote dierenvriend. Ik hou heel erg van paardrijden en judo. Zeg even wat je YouTube-kanaal is. Op dit moment is het nog Seth van Tok, maar ik wil maken Mega Kitty. En niet wat jij eerst had ingetikt, Mega City. Oké. Maar dat was zo'n beetje onze informatie. Kom lekker kijken naar onze eerste vlog die waarschijnlijk binnenkort online komt. En ik zit bijna in groep 6. En onze eerste podcast. Dus ik zou zeggen, kijk ze en dan zeg maar gewoon later of zo. Of, ja, maar we hebben ook nog niet eens een intro. Het is gewoon nee, van, we hebben nog geen intro mensen. Wauw. Wauw. Of we maken gewoon, wauw, power. Ja. Ja, maar dat is een maar oké. Okay. Dan zeg ik nu, dag.